Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. We hebben weer een koude nacht achter de rug. Lokaal kwam het zelfs weer tot vorst. Inmiddels hebben we te maken met zonnige perioden en een aantal stapelwolken. Het blijft al vrijwel overal droog. Misschien dat in het noordoosten een enkel spatje regen valt, maar die mag bijna geen naam hebben. Inmiddels begint de temperatuur al flink op te lopen en vanmiddag wordt het uiteindelijk 12 tot 14 graden. En daarbij staat er een matige en zeevrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 3 tot 5. Ook vanavond en komende nacht zijn er weer brede opklaringen. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de graad of 8 en komende nacht kan het opnieuw lokaal gaan vriezen. Ook morgen hebben we weer een afwisseling van zonnige perioden en wat stapelwolken. Het wordt dan een graad of 13 en staat weinig wind. Als het al waait dan is het matig uit het noordwesten kracht 3. Donderdag begint de dag met nog veel zonneschijn, maar later op de dag komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking. Maar een groot deel van de dag is het nog droog. Vrijdag en zaterdag keert de wisselvalligheid weer terug, en met 12 tot 14 graden is het wel wat aan de koude kant. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl